Nou, eigenlijk, van nature zit er maar heel weinig stikstof in de grond. Mm-hmm. Het gekke is, het zit 80% in de atmosfeer. Ja. Maar stikstof, zoals de natuur dat gebruiken kan, ammonium, daarvan is maar heel weinig aanwezig. Okay. En dat is een hele subtiele balans. En op dat moment, als je daar te veel van hebt, en dan gaan allerlei planten die heel snel groeien, ja, die nemen dan de overhand. En eigenlijk de natuur eigenlijk... De balans die er al heel lang geweest is, die verstoor je met heel veel stikstof. Maar zegt u nu ook dat het gedeelte dus ook goed is? Als er een balans is, of is alles fout? Ja, nee, niet. Nee, zeker niet. Daar gaat het juist om. Het gaat er juist om dat we de balans verstoren. Ja, ja. Je hebt absoluut altijd een beetje nodig. Nodig, oké. Okay. Absoluut nodig. Maar niet groot. Te veel zijn. Even de politiek van voren. U heeft het Malieveld deze week, al die boeren in protest. Ja. Die waren vooral boos op D66 en Tjeerd de Groot. Die had gezegd, een beetje een schot voor de boeg, de zweestapel moet voor de helft worden moet gesaneerd worden voor de helft. Ja. Ja. Dat is dus een draconische maatregel, zou je kunnen zeggen. Zeker. Maar is dat dan nodig? Ja, ik moet zeggen, ik heb een groot hart voor boeren. Dat zijn echt de producenten van ons voedsel. Maar ik denk dat als je kijkt hoeveel vee wij in Nederland hebben en de oppervlakte die we hebben, dan kun je denk ik rustig zeggen dat die balans echt helemaal zoek is. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat er inderdaad die maatregelen nodig zijn. Ja, denk ik wel. En hoe komt het nu ineens? Want het lijkt nu ineens alsof er iets gebeurd is, waardoor ineens... Ik sta hier als chemicus, hè, en dat is mijn dagelijks werk. En ik hou me vooral met koolstof bezig, moet ik zeggen. Oh. En we gaan nou naar de politiek toe. Maar als ik het allemaal goed begrepen heb, dan is er een rechtszaak aangespannen door een heel aantal organisaties. En die hebben gewonnen. En dat heeft ertoe geleid dat het kabinet nou genoodzaakt is om de hoeveelheid stikstofuitstoot drastisch terug te dringen. Tuurlijk, maar het is niet van vandaag of gisteren. Dat was er natuurlijk vorige maand ook. Klopt. We hadden het er alleen veel minder over. Klopt, en een jaar geleden hadden we het er helemaal nauwelijks over. Nee, klopt, maar ik denk dat het met zoveel dingen is. Ook met koolstofdioxide, wat er te veel in de atmosfeer zit. Ik denk dat nou dat punt bereikt is dat iedereen heeft ook gezegd gewoon van... En nu moet er gewoon een keer wat gebeuren. We kunnen nou niet meer zeggen van het ligt aan Pietje en het ligt aan Klaasje. Het moet gewoon nou gebeuren. Het is dus niet de zure regen van 2019. Want ik herinner me de hele tijd geleden was zure regen, daar moest nu echt aan gebeuren. En bijvoorbeeld Griekenland ook, daar moest echt aan gebeuren. En dan horen we daar nooit meer iets van. Dit is iets, daar moeten we echt nu iets aan gaan doen. Want het gaat niet vanzelf weg. Ja, klopt.